Moses is een productie van Evelien Schoenmakers en Claudia Berman. En de laatste zit naast mij, Claudia. Waarom heb je nou speciaal voor dit stuk gekozen? Het stuk is gekozen door de werkgroep van de Jozefparochie hier. 10 jaar geleden zijn ze hier begonnen met Jesus Christ Superstar. Dat was een heel groot musical project. 5 jaar daarna hebben ze hier een stuk gemaakt. Eigenlijk op initiatief van Emmy van de Wilk, werkgroepvoorzitter. Over het leven van Jozef, waar deze parochie naar vernoemd is. En in de loop van de jaren ging het weer kriebelen. We zijn weer 5 jaar verder. En de werkgroep heeft dit verhaal gekozen, kwam bij het materiaal van SGO. En dat is het materiaal van Gerard van Amstel en Gerard van der Midden. En ja, dat is hier voorgelegd. En zo zijn wij aan deze musical gekomen. Ik ben eigenlijk puur toeval hierin terechtgekomen. Mijn echtgenote die nam namelijk deel. En die vroeg op een donderdagavond of ik ook mee zou gaan. Ik ben op die donderdagavond meegegaan en heel enthousiast ben ik erin gerold. Ik vind het hartstikke leuk. Nou, ik heb eigenlijk heel mager een achtergrond met zingen. Ik ben dus eigenlijk met een achtergrond van nul ben ik erin gerold en speel ik de rol van de farao. Ik ben Henk Vermeerlo en ik speel de rol van Mozes. Ja, onze God natuurlijk. Ja, dat heeft hij zelf beloofd. Ja, hij heeft ons volk uitverkoren als zijn eerstgeborene zoon. Ja, een vader en een moeder, die laat hun oudste kind toch niet zo lijden. Eigenlijk via het krantje heb ik gelezen en ik heb vorig jaar meegedaan met de Jozef in Den Haag in de Kloosterkerk. En het leek me leuk om nu ook weer mee te doen en ik vond het ook leuk dat ik nu de hoofdrol mag spelen. Ik ben Lidian Schrama en ik speel Merit in de voorstelling. Merit is op zich wel een lief persoon. Hij komt uit Egypte en die heeft dus Mozes als geliefde gekozen. En Mozes is dus van een ander bloed, dus ja, eigenlijk kan dat natuurlijk niet in die tijd. Dus dat wordt een beetje tegengewerkt door onder andere mijn broer. Ik hou stug vol dat ik dat wel heel graag wil. En uiteindelijk komt dat dan wel goed. Maar het is even een stukje dat daar tussen valt, dat niet goed loopt. Maar op het einde komt het natuurlijk allemaal weer goed. Jens van der Ham. Ja. En hoe oud ben je als ik vraag? Ik ben 14 jaar. En is het nou de allereerste keer dat je met een groep optreedt? Ja, ik droom niet zo lang nog en dit is eigenlijk mijn eerste keer dat ik
in het openbaar echt aan het drummen ben. In een band of in een musical. En wanneer is voor jou het drummen begonnen? Twee jaar geleden eigenlijk pas, toen ging ik op les. Toen stopte ik met djembe spelen. 5 jaar lang en nu speel ik dus 2 jaar lang. Speel ik drums en bevalt. Nou, we hebben eigenlijk een natuurlijke verdeling al jarenlang. We doen allebei productie en regie en we vullen elkaar daarin aan. Claudia is heel erg van de praktijk en van de innerlijke beleving. En ik ben meer vanuit de wetenschap. Ik ben theaterwetenschapper en ik heb dramaturgie gestudeerd. En dus we komen van 2 kanten af en dat vult elkaar heel mooi aan en het wordt altijd 1 geheel daardoor. Ik ben Marieke. En de rest? Michelle. Jullie zijn verteller. Wat doen jullie precies op het toneel? Nou, we vertellen hoe het verhaal loopt en we maken een beetje levendig. Geef commentaar. Je geeft commentaar. En doe je dat zingend of vertel je echt letterlijk? Ja, vertel niet zingen, maar ja, gewoon vertellend. Mirjam, en dat is de zus van Mozes. De figuur Mirjam, dat is de oudere zus. En eigenlijk begint het hele verhaal met dat ik Mozes, mijn broertje, in een biezenmandje zorg dat hij veilig op de Nijl komt. Zodat hij overleven kan, omdat de jongens vermoord moesten worden. En hij komt dan bij de Egyptische prinses die hem eigenlijk redt. Dus ik red indirect Mozes. De 7e dag is de rustdag.